Maar we beginnen uiteraard met de eerste sneeuwvlokken van 2024. Veel inwoners van de regio werden vanochtend verrast door de sneeuwval die gaande was. Een mooi gezicht, maar het veroorzaakte ook veel ongemak tijdens de ochtendspits. Vooral door gladheid die het veroorzaakte. Er was vanochtend sprake van een drukke ochtendspits door de winterse neerslag. Volgens de ANWB stond er meer dan 1100 kilometer file in het hele land, ruim twee keer zoveel als normaal. De Rijkswaterstaat heeft afgelopen nacht 577 strooiwagens ingezet om de gladheid te bestrijden. Er is ruim 4,6 miljoen kilo zout gestrooid tegen de gladheid. Grote incidenten bleven uit, wel zijn er veel meer kleine ongelukken gebeurd, zoals kleine aanrijdingen of auto's die tegen een boom of een lantaarnpaal zijn gegleden. Ook hebben we de DAR gevraagd naar hun ervaringen van deze ochtend. Zij reageren als volgt. We zijn vannacht om half twee gestart met de eerste strooiactie. Toen duidelijk werd dat er toch wel sneeuwopkomst was. Die hebben we vanmorgen om 7 uur, hadden we alle routes net mooi voor de spits gestrooid. Tijdens de spits kunnen wij niet zo heel veel, dus toen begon het net te sneeuwen. En toen de meeste sneeuwval eigenlijk was gevallen, hebben wij alle borstels aan de tractoren gehangen en zijn we de fietspaden gaan schoonvegen met de borstels en hebben we opnieuw gestrooid. We zijn eigenlijk al vanaf 2 uur vannacht in touw. Nou, de hoeveelheid was redelijk onverwacht. Ja, we hadden wel wat neerslag verwacht. En daarom waren we ook wel voorbereid om vanochtend nog voor de spits een strooibeurt of een strooiroute uit te voeren. Maar de hevigheid van de sneeuwval, zeg maar, vanaf de ochtendspits tot pak een beetje 11 uur, half 12. Was toch meer dan wij verwacht hadden, ja. Hoeveel kilo zout wordt er gestrooid op zo'n dag als vandaag? Ja, dat is altijd moeilijk zeggen. Kijk, één ronde die is ook al tegen de 1000 kilo zout aan. Moet je vaker rond, dan verdubbelt zich dat dus. Het is altijd heel lastig zeggen hoeveel zout. Want bij vochtig weer heb je meer zout nodig dan bij droog weer. Ja, ik kan nu nog niet zeggen hoeveel zout we vandaag gebruikt hebben. Weggebruikers moeten ook rekening houden met een zeer zware avondspits. De neerslag op de wegen kan bevriezen en daarom geldt er vandaag in het hele land code geel. In Gelderland blijft deze waarschuwing tot dinsdag middernacht van kracht. Dinsdag, woensdag en donderdag is er ook nog kans op sneeuw.